Goedemorgen, het is vandaag maandag 26 februari en wat leuk dat je weer meekijkt naar deze nieuwe vlog. Ik open mijn telefoon en het is precies 11:11. Ik moest even wachten op mijn moeder. Tigo is vanochtend al vroeg naar het kantoor gegaan. Er waren twee dozen binnengekomen met kleding voor mijn webshop. Een aantal dingen, restock en ook wat nieuwe dingen. Dus ik ga zo ook naar kantoor. Ga ik even wat foto's maken van nieuwe dingen. Comfy setjes, echt mega leuke setjes. Ik heb trouwens nieuwe oorbellen in van de site. Die heb ik ook al in mijn vorige vlog laten zien, maar ik vind ze zo leuk. En deze jurk komt ook van mijn site. Ik draag eigenlijk bijna alleen nog maar dingen van mijn site. Dit is die sweater dress. Dit is zo'n heerlijke jurk. Dit is zeker pregnant proof. En hij is echt te dragen tot 4XL. Want hij heeft zo mega veel rek. En als je niet zwanger bent, is het dus zo'n loose fit jurk. Dan hangt hij dus een beetje zo los. Als je zwanger bent, ga je dus mooi zo je buikje zien. Mijn moeder is er dus even een ochtendje. Die is nu met lef even wandelen. Ondanks dat het echt heel vies regenachtig weer is. Maar goed, ik zeg capuchon op. Boeien, lef het niet zo erg. Regen is goed voor je. Ik loop ook wel eens in de regen. Daar krijg je helemaal niks van. Ik vind het gewoon belangrijk om sowieso elke dag natuurlijk even naar buiten te gaan. Het is dus over een paar dagen alweer maart. Want februari is natuurlijk een kortere maand. Ik moet helemaal omschakelen daarmee. En het is gewoon... Ik zat heel af te tellen naar maart. Want als het maart is, heb ik echt zoiets van... Oké, volgende maand ga ik gewoon bevallen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je gewoon al... Of dat ik gewoon al in maart beval. Eind maart. Want volgens mij rond de 23e maart, denk ik... Ben ik volgens mij 37 weken. Nou, je bevalt meestal... Tussen 37 en 42 weken. Ik kan ook nog daarvoor bevallen natuurlijk. Maar dat verwacht ik eerlijk gezegd niet. Want mijn vorige bevalling was ik ook 39 plus 5. En de verloskundige zegt ook al meestal beval je een beetje rond hetzelfde termijn. Hoeft natuurlijk niet, maar dat is vaak wel. Maar ik ga sowieso in april bevallen. Of dus maart. Maar niet in mei. Dus het schiet nou echt op. Ik ben deze week al 34 weken. Als jullie deze vlog zien, dan zijn we een week. Dan ben ik al 35 weken. Doe normaal. 35 weken. Want de vlogs lopen natuurlijk een week achter. Maar ik neem jullie deze week gezellig mee. Ik ga nu rijden. Doe een duimpje omhoog als je zin hebt om gezellig verder te kijken. En dan wens ik je heel veel kijkplezier. Ik heb net even een paar bestellingen van afgelopen weekend nog ingepakt. En ik ga nu even shooten. Er zijn namelijk een aantal hele leuke items binnengekomen. Nou, dit topje hoort bij een tweedelig pak. Die zal ik zo wel even laten zien. Want hij valt ook langer. En dan valt hij zo soort van schuin afgesneden. Echt mega leuk. Maar wat ik nu aan heb, dat zit me toch een partijtje lekker. Het is een flare broek. Ik kreeg heel veel vraag naar flares. En deze is echt niet normaal stretchy. Je kan hem zeker denk ik wel aan tot 1,85. Want... Nou, ik heb mijn Dr. Martens aan. Die zijn echt serieus hoog. En ik... hij is nog steeds veel te lang. Ik ben 1,60. Dus voor mij is hij echt veel te lang. Zelfs met die hoge schoenen. Kijk, dit is dus de flare met zebra. Ik vind hem echt geweldig. Hij valt mega high-waisted. En hij is super stretchy. En kijk, zo kan je weer mooi mijn bump zien. Oh, die buik. Nou, die blijft gewoon groeien. Ik loop er zelfs nog gewoon overheen. Terwijl ik gewoon echt hoge schoenen aan heb. Maar ik dacht, we doen even een belly update. Mijn navel komt er ook heel erg uit. Ik heb dus een moedervlek in mijn navel. Die zie je normaal niet eens. Alleen als ik zwanger ben zie je hem. Ik vind ook dat ik hem echt naar voren draag. Ik ben zo benieuwd hoe mijn buik er dan uit gaat zijn bij 40 weken. Kijk even hoe leuk deze set is. Zwart is altijd heel lastig te laten zien op beeld. Maar ik heb hem ook in kaki. Dus die zal ik zo je navel even aan doen. Dan zie je hoe die precies loopt. Want nu is het lastig te zien. Maar hij zit zo lekker deze set. Het topje is dus eigenlijk off the shoulder. Ik had hem net dus ook al aan. Maar je kan hem dus ook gewoon normaal dragen. Maar hij hoort eigenlijk off the shoulder. Ik weet niet of je het ziet, maar het topje loopt dus asymmetrisch. Dus hij loopt hier aan de zijkant in een soort punt. En dan zit er dus ook zo'n broek bij met mega veel stretch. Kijk, dit is dus het pak met de romper gecombineerd. Dit is toch een super leuke outfit. En dus ook pretty proof, ja. Ik vind het helemaal leuk. Kijk, dit is dus een set in kaki. Zo mooi. Het is dus echt prachtig off shoulder. Ik ben verliefd op die kleur. En zo kun je dus zien dat hij zo asymmetrisch zo hier aan de zijkant in een... punt loopt. Nou, het broek valt dus weer lekker high-waisted. Lekker heel veel stretch. En hij sluit dus ook echt super mooi aan. Dus
Ja, ik vind dit echt zo mooi. Ik heb nu deze geweldige set aan. Ik vind deze zo leuk. Ik kijk er echt heel erg naar uit om deze binnen te krijgen. Dit is dus zo'n hele leuke riptop met een beetje zo'n flared mouwtje. Inclusief een ripbroek. Kijk, met zo'n brede band. Heel veel stretch. Hij zit super lekker. Dus ik vind deze ook wel preggy proof. Maar als je een M hebt, zou ik dan toch wel eerder een ML nemen. Zo zit hij dus van achter. Echt super leuk. En deze valt qua lengte dus weer veel korter dan die andere pakken. Want ik ben 1,60. Ik heb nu hele hoge schoenen aan. En deze zit perfect. En dan is dit de set in kobaltblauw. Zo mooi dit kleurtje. En dus met zo'n prachtige ribbelstof. Ik heb nu even het truitje erin gedaan. Zo vind ik dat ook heel erg leuk namelijk. Dus je kan het gewoon overheen dragen of gewoon erin wat je wilt. Ja, ik vind dit wel echt preggy proof. Want die broek die stretcht zo erg mee. Oké, dit is wel echt mijn favoriet. Het is niet normaal zacht deze stof. Echt. Ik zit er alleen maar aan te aaien. Zo lekker zacht. Je krijgt dus zo'n hele leuke top met een beetje zo'n laag uitgesneden colletje. En ja, het is zo zacht. Je loopt van die stiksels doorheen. En dan inclusief zo'n heerlijke zachte broek. Zo valt hij van achter. Super veel rek zit er dus ook in. Ik moet er wel bij zeggen dat hij kort valt. Ik ben zelf in 60, voor mij is de lengte goed. Hij kan vanaf in 48. Ook vind ik het heel mooi op elkaar staan. Dit is toch helemaal lenteproof. Ik heb even die top gecombineerd dus met die blazer. Maar ik heb nu ook maar even de pantalon voor jullie aangedaan. Want kijk, dit pak, dit wil je toch hebben. Ik ben zo dat ik dit nu niet aan kan. Maar goed, nog heel even geduld. Een paar maandjes, dan kan ik het ook weer aan. Ik vind het geweldig. Die kleur, ik ben verliefd. Dat koraalkleurtje, dat is helemaal een trendkleur nu. Lijkt misschien of ik het pas... Maar hahaha, nee. Ik krijg hem natuurlijk niet dicht. Maar die top is lang, dus het valt er overheen. Kijk, bij mijn benen zit het gewoon prima hoor. Alleen bij mijn buik natuurlijk niet. Ik ben obsessed. Deze jumpsuit, het is niet normaal. Ik had er dus nog geen eigen foto van gemaakt. Dus ik had hem nog helemaal niet verkocht. Want op de een of andere manier... Wil die wat het dan of zo, als ik er niet op sta. Ik ben zwanger en ik pas het zelfs nog. Dus hij is zelfs preggy proof. Hij heeft dus van die pofschoudertjes. En oh, ik vind dit helemaal geweldig. Zo kan je denk ik wel iets beter zien. Maar hij valt erg lang, want ik ben dus 1,60, heb ik al verteld. Maar ik heb hele hoge schoenen aan en nog loop ik er helemaal op. Ik ben weer thuis. Het is kort voor 6. Ik heb gelijk lekker staan koken. Het is echt een heel makkelijk maaltje vandaag. Gewoon een AVG'tje. Dat eten we eigenlijk bijna nooit. De lab houdt daar eigenlijk volgens mij ook helemaal niet van. Dus ik ben benieuwd of hij er wat van op gaat eten. Sowieso wel de kip. En appelmoes, maar voor de rest, de aardappels en de groenten, geen idee. Ik vind het op zijn tijd wel even lekker. Het zijn snijboontjes en aardappeltjes uit de oven. Oké, daar gaat mijn aardappel, appelmoes en kipkluifjes of kippootjes, weet ik veel wat. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en wij werden vroeg wakker vanochtend. Nou, ik heb sowieso slecht geslapen. Het is ook wel lichter elke keer. Elke keer schijnt die zon. Om 12:30 was ik klaar wakker. Toen duurde het uren voordat ik eindelijk weer kon slapen. Ik dacht, hoe laat is het? Was het 12:30? Ja. Stom, hè? Maar ja, ik slaap de laatste dagen heel slecht. Ik slaap niet lekker meer. Ga je je schoenen aandoen? Schoenen? Ja. Boos. Nee hoor. Nee, boos. Mama is niet boos. Mama mag niet. Lef gaat zo weer naar de peuterspeelzaal. Ga je naar school? Ja, spelen met andere kindjes, hè? Ja. Leuk, hè? Ja. Het zonnetje schijnt eindelijk weer vandaag. Ja. Nou, ik loop er nog bij in mijn kloffie. Ik moet me nog helemaal aankleden en zo. Alleen, ik moest even beneden blijven bij Lef, want die was aan het eten. Maar ik moet zo naar Schoonhoven toe. Mijn vader werkt daar, want mijn auto die doet een beetje gek. Dus hij moet, volgens mij moeten de remschijven of remblokken gerepareerd worden of zo. Wat is het nou, remschijven of remblok? Remschijven, remblokken zijn goed, ja. Remschijven. En onderhoud, want er brandt al een hele lange tijd een oranje sleuteltje. Dus dat moet ik gaan doen. Maar wel lekker dat de zon schijnt. Ik ben aangekomen. Ze hebben gelijk mijn auto al onder handen genomen. Geen idee wat ze precies gaan doen. Dat vertelt mijn vader zo wel, want ik heb helemaal geen verstand van auto's. Maar ik zit hier even aan de tafel. Ik heb net cappuccino gehad. Ik ga zo even editen. Maar het is hier sowieso reeds helemaal verbouwd. Het is echt mooi geworden. Ik vind dit ook gaaf. Dit lijkt me echt leuk in je huis. Ja, zo'n kookeiland. Ja. Papa maakt lekker thee voor mij. Wat een service. Maar wat gaan ze nou precies doen met mijn auto? Een onderhoudsbeurt en remblokken schijven voor. Oh ja. Oh. Zo. Oh, gaat dat ook? Dat ding, dat kan altijd helemaal. Maar met zo'n onderhoudsbeurt, wat doen ze dan precies? Gaan ze hem uitlezen of zo? Ja, ook. En, alles controleren. Slijtage, onderhoudsbeurt, bandenpompen. Ja, maar... Uitspoelvloeistof, verlichting. Want comfort. Je zei al dat de banden misschien naar de voorkant werden verplaatst, ja, die achter zit. Ja, gewoon achter voor de slijtage. Oké, okay. Beveilig de weg, ja. Op straks. Hopelijk is er niks ergs. Koffie maar.
Je haar? Ben je naar de kapper geweest? Ja, oh ja, dat zie je inderdaad. Nou, je het zegt, dat is mooi. Ja, ik denk, ik ga daar niet nou, ik vind het mooier als dat ik het doe eigenlijk. Ben je naar de barber geweest? Ja. Oh, dat is wel beter. Ja. Moeder zei al, zit je haar goed? Big kappertje. Het heeft even geduurd. Het is alweer bijna twee, het is al 2 uur geweest. En ik loop het af hier in die toko. Maar de auto is klaar. Ja. En het is goed dat die gekeurd is, want wat was er nou aan de hand? Of gekeurd, hij is niet eens gekeurd. Gebeurd, onderhoud, onderhoud. Gebeurd. Waterlekkage. Een waterlekkage. En ik vond dus altijd mijn auto een beetje naar schimmel rook. Was heel de kofferbak lag vol water. Tenminste daaronder, onder die klep. Maar hoe dat nou kan, ik heb geen idee. Tycho zegt, nou dan heb je lekker in je flesjes water lopen lekker. Ik zeg, dat is het helemaal niet. Zo, hij glimt weer. Oh, dat is niet van mij hoor. Nee. Hé, hey, maar hij glimt weer joh. Hij was zwart gewoon. Dus dat was nat? Ja, nee, hieronder. Daaronder? Dit... Oh joh, inderdaad. Kijk, zie je dat daar links? Kijk, en hier zie je... Maar dit is allemaal water, stond hier. Zo, kijk. Oh ja, oh, maar dat zit beschermd. Hoe, trouwens? Kijk, dit is ook allemaal nat, kijk. Ik zit alweer een tijdje in de auto en hij rijdt echt weer als nieuw. Hij rijdt zo lekker en nu eindelijk, bij het rem heb ik geen gestotten meer. Want wat ik dus had, mijn remschijven waren dus krom. Want Tycho heeft een keer zo'n soort nood... rem gemaakt. Keihard op zijn rem getrapt. En daardoor had ik dus elke keer als ik dan een beetje moest afremmen dat heel die auto zo aan het stotteren was. En het was gewoon heel erg vervelend. En gewoon het reed niet fijn. Maar ze hebben ook gelijk mijn banden natuurlijk weer opgepompt en alles gerefreshed, weet ik het allemaal. Dus het rijdt gewoon mega lekker weer. En ook met het rem is het weer helemaal top. Dus ik ben super blij. Ik heb even een tussenstop gemaakt bij de Starbucks. Want ik had heel erg veel zin in Starbucks en ik reed er letterlijk langs. Ik heb deze beker gekocht. Want ik kom best wel vaak natuurlijk bij de Starbucks en zo. En ik dacht, ik koop dit. Want dan krijg je ook volgens mij korting als je dan een drank haalt of zo, als je dit gewoon meeneemt. En ook als ik gewoon niet naar de Starbucks ga of whatever, maar in de auto zit, kan ik gewoon thuis koffie maken, doe ik het hier. En ik vond deze heel leuk en hij was nu maar 3 euro. Dan heb ik ook een stukje bananenbrood, want ik heb best wel heel erg veel trek. Even kijken hoor. Ja, dat zie je, er zit nog een soort plastic omheen. Niet ook een hap nemen en dat ik ineens een soort plastic of zo in mijn mond heb. Lekker! En een koffie, caramel macchiato. Nog erg heet. Nou, ik ga nu even heel snel nog naar kantoor. Gewoon heel even een aantal dingetjes inpakken. En dan ga ik weer naar huis. Het is al best wel laat, al bijna 4:30. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Het is nu 12 uur. Ik ben alweer een tijdje op kantoor. Tycho zijn moeder die is zo lief om deze ochtend gezellig op Lef te passen. Waardoor ik ook naar kantoor kan. Want anders dan ben ik thuis met Lef op woensdag. Want dan is het Tycho's dag. Wij verdelen een beetje soorten dagen. Maandag is altijd mijn dag dat ik op kantoor ben. Maar de laatste tijd gaat Tycho ook altijd in de ochtend, heel de ochtend. Omdat mijn moeder dan vaak komt. En vrijdag is ook altijd mijn dag. En de rest van de dag is eigenlijk altijd Tycho's dag. Maar op donderdag gaat Lef natuurlijk ook naar de peuterspeelzaal. Dus dan ben ik hier sowieso in de ochtend. Maar goed, op woensdag kan ik eigenlijk nooit, mits hij een extra dagje bijvoorbeeld naar de peuterspeelzaal gaat. Of een extra dagje, een extra ochtendje. Maar nu komt Tycho zijn moeder komen, dus dat is fijn. Ik heb net even een aantal foto's gemaakt van 3 items. Onder dit superleuke topje die je dus op 2 verschillende manieren kan dragen. En een leuke nieuwe bomber in het zwart. Ik vind het helemaal leuk. Ik ga dadelijk dus naar huis. Tycho is even broodjes voor ons halen. Dus ik eet hier nog wat en dan ga ik naar huis. En dan ga ik in de middag weer lekker verder met editen. Gisteren ben ik echt van 's ochtends tot 2 uur 's middags aan het editen geweest bij mijn vader op zijn werk. Maar ja, wat moet ik verder doen? Maar die vlog is nog niet af. Want ik ben altijd gemiddeld 8 à 10 uur bezig met 1 vlog. En voordat ik het inpak, controleer ik altijd elk item of alles wel klopt of er niks kapot is. En dan doe ik het dus in vloeipapier inpakken. Dat vind ik altijd gewoon leuk. Ik pak het wel echt gewoon met zorg en liefde in. Want daar heb ik natuurlijk ook gewoon de tijd voor. Kijk, als jij honderden bestellingen elke dag krijgt, dan gaat dat natuurlijk helemaal niet als je dat alleen doet. Dan heb je daar natuurlijk geen tijd voor. Maar ik heb daar juist tijd voor. Omdat voor die aantal bestellingen die ik krijg, wil ik daar wel gewoon zorg en aandacht aan besteden. Laat ik het zo zeggen. Zo, en dat gaat eigenlijk heel snel. Want ik heb hem nu dus al ingepakt. Zo.
En dan plakken we dus het verzendlabel erop. En dan is die eigenlijk al helemaal ready to go. Zo, Tiger heeft even lekker broodjes gehaald. Ik heb met brie en walnoot en honing. En heel veel denken misschien, mag je wel brie? Ja, want het is gepauteriseerd of hoe je het ook noemt. Je mag alleen geen kaas van roommelk. En we hebben lekker allebei een smoothie. Is smakelijk. Gaan we lekker even naar de speeltuin, Lef. Ja, de speeltuin, hè? Met je mutsie. Oh, wat doe jij nou? Ga maar zitten. Ik kan niet wachten tot lente wordt. Molen? 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 Bal raken. Bal, pak hem maar. Ja, de bal. Trappen met je voeten. Voetballen. Eén. Twee. Drie. Beentjes omhoog. Wow. Thuis. Is hij thuis? Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Het is nu, hoe laat is het alweer, joh? Bijna 10:30. Lef is vandaag weer naar de peuterspeelzaal. Ik ben vanochtend even begonnen met de was aanzetten. Ik heb hier een beetje gedweld beneden. Nou, gewoon een beetje in huis gerommeld. Even wat dingen op mijn socials gezet voor Trendy Must-Lef en zo. Ik ga in ieder geval zo naar kantoor. Er zijn wat pakketten bezorgd en daar moest ik even op wachten. En dan ga ik zo weer even lekker wat dingetjes inpakken. En daarna haal ik Lef weer op en dan vanmiddag ga ik gewoon editen. Ik ga eerst eventjes wat broodjes smeren om mee te nemen. Maar mijn camera staat enorm te knipperen, dus ik ga straks op kantoor. Er zijn ook wat nieuwe dingetjes weer binnen. Ga ik even met mijn telefoon verder filmen. Ik ben alweer een tijdje op het kantoor. Ik heb het even gegeten en mijn bestelling ingepakt. Ik ga nu nog even twee foto's maken, want dit leuke off-to-shoulder topje is binnen. Dit kan je echt met alles natuurlijk combineren. Ik heb daarom expres voor de kleur
kleur zwart gekozen. Maar hij is ook nog in heel veel andere kleuren. Dus laat even weten of je deze misschien in een ander kleurtje online zou willen zien. Het zit in ieder geval heel lekker. En het heeft echt zo'n mooie ripstof en echt een super goede kwaliteit. En dit is het volgende waar ik nog een foto van moest maken. Deze set had ik al online staan in het beige. En ik kreeg best wel veel de vraag, wil je hem ook toevoegen in het zwart? En ik heb hem in het zwart. Hij zou er eventueel ook nog zijn in een andere kleur. Dus laat weten, misschien wil je hem nog in een andere kleur, dat kan. Maar ik dacht, ik ga nu even voor de basicjes. Nou, dit is dus een aparte jurk wat je krijgt. Met een ribbelstof en mega veel stretch. En dan dus met zo'n top die je er overheen kunt dragen. Dan heb je dus een hele leuke two-piece set. Hij valt ook mooi lang. Hij valt niet te kort. Dus hij is zeker ook pretty proof. Het is kwart voor twee. En ik ben weer thuis. Ik heb Lef net opgehaald van de peuterspeelzaal. En die wilde nog heel even spelen. Zijn er poppetjes aan het autorijden? Zitten de poppetjes op de brandweer? Was het leuk op school? Ja. Poppetjes staan. Duwen. Zo. Duwen. Gaat hij duwen? Dan gaat hij vallen hoor. Oh, oh. Papa. Papa bellen. Papa bellen. Papa. Papa weer. Papa kijken. Ik ga. Papa. Ik ga doen. Ik ga doen. Ja. Doet dat. Doet dat. Doet dat. Doet dat. Doet dat. Het is 3:30, Lef die slaapt en ik ben al een tijdje aan het editen. Maar er werd even aangebeld, want onze boodschapjes zijn bezorgd. Dus ik ga het even aan jullie laten zien. Maar die jongen was zo lief, want hij zag dus dat ik zwanger was. En hij zei van, oh, moet ik het anders even voor je in de keuken zetten? Dat we dat voortaan gaan doen, dan noteer ik dat eventjes. Want ik zie dat je vaker hebt besteld en zo. Ik zeg, nee, joh, dat hoeft niet. Het is geen zware doos, ik loop al een paar keer. Ja, nee, als het echt niet gaat, je moet echt zeggen. Maar ik ga even aan jullie de boodschappen laten zien. En dan ga ik weer snel verder met editen. Want 4:15 ga ik Lef wakker maken. Ik laat hem nu 1,5 uur slapen. Als ik hem niet wakker zou maken, zou hij echt wel tot 5:30, 6 slapen. Maar we vinden het gewoon belangrijk dat hij s'avonds ook gewoon goed slaapt. Hij heeft nog echt de middag slaap nodig. Hij is hartstikke moe elke middag. Alleen als hij naar de peuterspeelzaal is gegaan, duurt het wel een stuk langer voordat hij een keer in slaap valt. Omdat hij ook veel later in bed ligt, veel indrukken. En mijn ouders zeiden dat ik ook echt tot 4:00 een middagslaapje deed. Ja, toen moest ik naar de basisschool, dus dan ging het niet meer. Ik heb hier volkoren brood, eitjes, butter chicken saus. Oh, hier heb ik heel veel zin in. En Prins koekjes. Ik denk dat ik die zo even ga nemen. Ik heb gewoon even zin in koekjes. Dan hebben we kinderbanaantjes, mayonaise, luierzakjes. We doen altijd Lefse luiers in zakjes, want dan stinkt het minder. En bruine rijst. En wat trouwens echt een super slechte aankoop is geweest, is de luieremmer. Die gebruiken we letterlijk nooit meer. Omdat we nu gewoon eigenlijk altijd die luiers direct mee naar beneden nemen. Omdat het stinkt alleen maar. Dus ja, wij doen dat niet. En doen het gewoon in zo'n zakje en dan doen we het gewoon weggooien. Ik heb hier trouwens ook nog bechamelsaus. Want we gaan weer lasagne eten deze week. Dan heb ik een broccoli. Want vanavond gaan we iets van een kies eten met broccoli en spekjes. Nou, soep vind Lef ook altijd lekker. Feta is ook voor het gerecht voor vanavond. We hebben kipfilet, blokjes en uiteraard de spekjes voor de kies en bleekselderij. Kijk, dit is de kies. Dan heb ik 2 van die proteïne yoghurtjes. Ik vind dat gewoon lekker makkelijk tussendoor en lekker. Geraspte kaas, soepballetjes, kookroom, keukenpapier gehaald. Want ja, dat gaat ook altijd heel snel op weer. 2 keer van die tomatenblokjes en aluminiumfolie. En nog maar 1 zak. Oké, we hebben echt helemaal niet veel, maar we waren ook niet zo heel veel kwijt. Want ja, we hebben gewoon niet zo heel veel gehaald. Maar ja, ik heb broccoli roosjes. Want ik vind het altijd zo vreselijk om zo'n broccoli helemaal te snijden. Want het wordt zo'n zooi overal liggen, die stukjes. Ik dacht, ik koop dit gewoon voor in de vriezer. We gaan ook een keer, wat zeg ik trouwens, broccoli donker bedoel ik. We gaan het een keer eten. En dan heb ik hier blauwe bessen. Oké, wow, dit is het dan. Ik begon met het invetten van een kiesschaal, als het überhaupt een kiesschaal is. Maar hier doe ik altijd die kies in maken. Toen was het tijd om het kiesdeeg of bladerdeeg in het schaaltje te doen. En dan doe ik het een beetje zo leuk naar binnen vouwen. En daarna prik ik wat gaatjes in de bodem met een vork. Dan is het tijd om het uitje te gaan snipperen. En vervolgens ga ik de spekjes aanbakken.
Als de spekjes gebakken zijn, gaat daarna ook het uitje erbij. En dan is het tijd om de broccoliroosjes te snijden. Nou, echt. Die dingen liggen dan vervolgens echt overal, al die spikkels. Ik hou er dus echt niet van. En dan ga ik 3 eieren in een glas klutsen. En daarbij doe ik ook nog wat kookroom. Hier gaat nog wat zout en peper trouwens bij. Het is zo simpel om te maken, die kies. Maar het is wel altijd erg lekker. Kijk, dan gaan de spekjes en de uitjes in de ovenschaal. Inclusief natuurlijk de broccoli. En daar overheen gaat dus dat ei-kookroom mengseltje. En dan gaat er nog lekker feta kaas overheen. En dan gaat het in de oven. En dan is het dus al klaar. Echt super makkelijk, maar echt heel erg lekker. Het is 6:15 en we gaan lekker eten. Ja, koek! Oh, heb je koek? Koek. Heerlijke koek. Tira is ook weer thuis. We eten een kies. Nou, ik dacht, het vindt Lef vast lekker met dat bladerdeeg. Maakt goed, hè? Er zit ook lekker broccoli in en spekjes. Eigenlijk zit er niet eens zo heel veel in. Het is echt makkelijk maken, maar is het lekker? Echt lekker. Een tijdje geleden alweer. Nou, gelukkig. Iets makkelijk. High five. Die struggle. Mama, even helpen. Ga maar zitten. Wat zit je daar dan? Ben je aan het wachten? Waar wacht je op? Een slaapzak ook, zegt hij. Gaat rond. Een zak. Je lopen. Het olifantje lopen. Wij zijn even snel naar de IKEA gegaan, want we hadden dus eventjes wat bekertjes en bordjes voor Lef nodig. Dus we hebben gewoon die hele lijn gehaald. Allemaal leuke bordjes, bakjes, bestek en bekertjes. Want we willen Lef nu echt uit een open beker laten drinken tijdens het eten. Want Peuterspeelster zegt dat hij dat gewoon goed doet. En thuis doen we dat eigenlijk. Nooit drinkt hij altijd uit zo'n anti-lekbeker. Maar als hij gewoon aan zijn stoel zit en gewoon gaat eten, dan kunnen we beter gewoon dit doen. Dat is beter. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Het is 10:30 en ik sta in de keuken. Deze hele ochtend ben ik eigenlijk bezig geweest met schoonmaken boven. Ik heb gestofzuigd, ik heb gedweld, ik heb de badkamer schoongemaakt. Lef's kamertje, nou de trappen gestofzuigen, echt van alles. Ik kwam mijn bed uit, ik moest gelijk stofzuigen. Ik werd gek van stof wat ik zag en I couldn't stop. En nu ben ik eindelijk klaar en ik ga gelijk eten, want ik heb hartstikke veel trek en dorst. Ik ga lekker smoothie maken, want ik dacht, waar heb ik nou zin in? Dus er zit hier van alles in. Perzik, framboos, mango, blauwe bes, havermout, yoghurt, banaan. Dus echt superveel. Echt heel lekker vind ik dat. Lekker fris. Ik heb ook een potje thee gezet. Lef is onverwacht weer naar de peuterspeelzaal vandaag. Want we hadden hem opgegeven voor vandaag. Alleen er was helemaal geen plek vrij. En nu vanochtend om 8:30 zei ze ineens, ja, er is iemand uitgevallen. Dus hij mag alsnog komen als jullie willen. Dus even met Tige overlegd, even aan Lef gevraagd, wil je naar school? Ja, zei hij dit. Dus dachten we, nou, ga maar. Ik ga zo beginnen aan mijn vlog af te maken. Hij is bijna af. Dus daar zit ik denk nog een uur aan. En dan kan ik gaan opslaan en uploaden voor vanmiddag. En dan kan ik naar kantoor. Want er is weer een levering binnengekomen. Want de perfect dresses waren best wel wat besteld. Alleen die had ik nog niet op voorraad. Dus ik had hem even op pre-order gezet. Vandaag is alles eindelijk binnen. Dus al die bestellingen kan ik lekker gaan inpakken en versturen. En dan is dat ook allemaal afgehandeld. Dus dat is super chill. Dus mocht je die jurk ook willen. Ja, op dit moment is die nog verkrijgbaar. Ik weet niet hoe het zit als jullie deze vlog zien. Maar hele chille jurken. Nou, ik ga even de blend aandoen. Volgens mij is het best wel wel. Dus, oh, het is niet heel dik. Ja, ik wil het eigenlijk gewoon hier in een kommetje doen. En dan een soort als smoothie bowl in. Ik heb nog wat gepofte speldblokken doorheen. En ook wat schuddebuitjes. Misschien ook nog wat pindakaas. Ik denk dat hier wel even van vol zit. Tenminste, ik heb de laatste tijd heel veel trek. Ik ben echt verliefd op deze pindakaas. Karamel zeezout. Ik heb hier ook zeezout kokos, maar die vind ik net wat minder. Maar dit is ook wel lekker om door je smoothie bowl heen te doen. Ik heb even lekker geëdit de hele ochtend eigenlijk. Ga zo even koffie drinken en middag eten. En ja, rond 1:15, 2:30 haalt Tigo Lef op. Ik denk nog even wachten dat ik hem zie. En dan ga ik dan gewoon naar kantoor. Waarschijnlijk ga ik vanavond gezellig met Kimberly uit eten. Maar wel pas wat later. Daar heb ik wel echt heel veel zin in. En het kraampakket is bezorgd. Want die had ik dus nog niet besteld. Nou, ik heb hem nu besteld.
Vaak gaat dat via je verzekering, maar mijn verzekering bood dat niet aan. Dus ik heb het gewoon via een of andere site of drogisterij of zo besteld. Ik ben heel benieuwd wat erin zit. Ik weet het helemaal niet meer. Maar dat is volgens mij voor als je toch ineens thuis moet gaan bevallen, dat er dus wel spullen in huis zijn voor de verloskundige en kraamzorg en zo. Dus ik zal even kijken wat erin zit. Ook is er super veel muesli bezorgd van mijn muesli. En ik heb deze net open gedaan en die is zo mega lekker. Ik dacht, hoe ga ik mijn camera nou neerzetten? Maar jullie staan nu op een grote pot muesli. Dit is gaascompress. Ik denk voor de eventuele hechtingen. Zoogcompress. Het heeft iets met borstvoeding te maken. Verbandwatten. Alcohol. Dus ook om de thermometer en zo mee schoon te maken. Maar het is natuurlijk heel belangrijk om hygiënisch te werken. Moeder en kind. Even kijken hoor. Kraamverband. Voor mij zijn dit handschoentjes. Kraammatten. Ja, uiteraard. Tijdens de bevalling. Nog een keer kraamverband. Dat heb je ook wel echt nodig. Wat is dit? Onderlegger. Voor je matras te beschermen en zo. Maar ik mag niet eens boven op mijn bed bevallen. Want ik wilde dus in eerste instantie thuis bevallen. Alleen ons bed staat op zolder. En dat mag dus niet. En dan moest ik dus een bed gaan huren voor in de woonkamer. Dat zag ik gewoon niet zitten. Nog een keer maatverband. Dus vandaar toch het ziekenhuis als ik het haal. Verband wat een. Wat is dat navelding? Ja, inderdaad. Nog meer van die blauwe matjes. Dus er is een hele grote kans dat we het helemaal niet hoeven te gebruiken. Maar volgens mij deed ik dat bij Lef toen ook op een gegeven moment. Volgens mij vanaf 37 weken heb ik die onderleggers volgens mij op mijn bed gelegd. Omdat het kan natuurlijk zijn dat je ineens vruchtwater gaat verliezen in bed. Nou, dan is je matras tenminste beschermd. Ik denk dat ik dat er ook weer op ga leggen. Vanaf 37 weken dus. Maar voor de rest, en dat kraamverband ga ik vast ook wel gebruiken. Maar ik heb ook 's nachts menstruatie ondergoed. Volgens mij kon dat ook gewoon een paar dagen na je bevalling, maar heb ik liever dat. Ik ben alweer een tijdje op kantoor, ik heb alles lekker ingepakt en ik ben nu weer even foto's aan het maken, nou de hele week al. En er komen elke keer allemaal dingetjes binnen. Ik heb nu deze super leuke bouwblouse aan in het beige, echt zo leuk met een kort mouwtje. Je kunt die strikjes dus aan de voorkant dragen, maar ook aan de achterkant. En je kunt die strikjes zo strak mogelijk trekken als dat je zelf wilt. Dus ik heb ze vrij strak nu getrokken, omdat ik best wel smal aan de bovenkant ben, maar echt leuk. En ja, het is gewoon party proof zoals je kunt zien. We hebben dus ook in deze superleuke mooie blauwe kleur. En in panter, die vind ik ook echt heel erg leuk. En dit is dus de achterkant van die blouse. Dus zo kun je het ook dragen. Maar ook de strikjes voor, echt helemaal leuk. Dus ik ga hier nog even foto's van maken. En dan ga ik zo mijn pakketjes even wegbrengen. En ik hoop niet dat het te druk is, want ja. Ik vind pakketjes inscannen niet chill, want ik moet heel wat bukken. Staan, bukken, staan. Dus ik doe het eigenlijk liever met Tycho, maar dat gaat nu even niet. Ik wil ze wel wegbrengen natuurlijk. En Kimberly en ik gaan misschien niet meer uit eten, omdat haar vriend heel laat thuis is. En dan is er niemand voor de kinderen, dus dan gaan we gewoon eten bestellen. Gewoon gezellig bij haar kletsen, dat is ook leuk. Het is 10:15 en ik ben alweer een hele lange tijd bij Kimberly. En ons eten wordt zojuist nu pas bezorgd. Oh my god. We hebben sowieso veel te laat besteld, maar het duurde ook nog eens heel lang. Wat is er? Oh. We hebben echt voor 4 personen eten. Oh my god. Waar zijn Tycho en Jouke? Oh my god. Oh nee, we zijn alleen, dat is waar. Ja, Jouke komt niet echt uit en besef dat we hier nog meer in zitten. Oh gee. In vriezen. Nee. Ik heb even mijn zaklamp aangedaan, want het was niet eens te zien. Maar ja, het is echt van alles. Het is met kip en krab en flambeerde zalm en avocado. Nou, echt van alles en nog wat. Ja. En dus nog een extra rol. Oh mijn god. Nou, het is wel heel lekker. Oh ja, carpaccio, maar die eet ik dan weer niet. Maar het ziet er wel echt goed uit. Maar ik reed hier dus naartoe. En ineens deed mijn auto piep, piep, piep. En er verscheen een of ander oranje uitroeptekenlampje. Dus ik wist niet wat het was. Dus ik kon vader bellen en die wist het ook niet. Dus ik ging op internet kijken. En toen stond er iets van bandenspanning of kapotte band. Maar letterlijk van de week ben ik nog naar die zaak gegaan. En is alles juist gefixt met mijn banden. Dus dat kan het eigenlijk bijna niet zijn. Dus nu ben ik heel bang dat ik door iets van glas of de spijker ben gereden. En mijn vader zei van ja, ik zou maar even kijken na een paar uur hoe het met je band is. Dus ik hoop zo niet dat dadelijk mijn band lek is of dat die veel zachter is. Want dan mag ik echt niet weg. Want dat is super gevaarlijk. Want ik moet nog bijna 3 kwartier rijden. En dan heb ik dadelijk een platte band. Rijd ik mijn band kapot, mijn velg kapot. En dan wijk ik dadelijk helemaal naar een kant. En dan sta ik langs de weg. Ik weet niet waar ik naar moet kijken, want het is mijn telefoon. Maar het is vandaag zaterdag. Het was gisteren super gezellig met Kimberly. Ik ben uiteindelijk denk ik rond 1:00 pas thuis gekomen. En ik was een beetje zenuwachtig de weg opgegaan, omdat dat lampje natuurlijk brandde. Voordat ik wegging heb ik even gekeken of mijn banden niet lek waren. Maar dat was nog niet. En toen ik aankwam ook niet. Dus ik snap niet waar het lampje dan vandaan komt.
Want de bandenspanning is van de week helemaal gewoon gecontroleerd. En ze zijn helemaal juist goed opgebonden. Dus ik kan me niet voorstellen dat dat ook is. Dus ik weet niet wat het is. Misschien zijn ze nu inmiddels wel net. Laten we hopen van niet. Maar ik vind het wel een beetje eng. Want gelijk begon het weer te piepen. En dat lampje kwam weer in beeld. Maar Lef die werd dus om 3 uur 's nachts wakker. En hij was heel hard aan het huilen. Dus wij gingen erheen. En toen hoorde ik Tigo zeggen, hij heeft gekotst. Dus ik dacht, oh jee. Dus zijn hele bed vol spuug. Zijn hele gezicht onder zijn haar. Dus toen hebben we alles even verschoten. Toen is hij bij ons verder geslapen. Maar dat duurde heel lang. En toen werd hij alweer heel vroeg wakker vanochtend. En nu zitten we even in bad. Hij heeft net gegeten. Dus ik weet niet of hij nou echt ziek is. Maar goed, nu even samen lekker in bad geweest. Want ja, ik moest echt zijn haar wassen. Hij moest echt even schoon worden. Want hij zat helemaal onder de spuug nog. Dat zijn beertjes, hè? Spookje. Beertje baby. Is die voor de baby, de beertjes? Spookje. Spookje. Zijn ze in de wasmachine geweest? Oh, die kot ziet. Nou, we hebben de was even lekker gedaan. Gelukkig is de kots eruit. Ik heb hier nog een hele mand vol. Dat moet ook nog. Maar ja, eerst even Lef zijn bed natuurlijk. Al die hoeslagers, bolletons, weet ik veel wat. Nee. Hey, Lef, haas hoeft niet in de droger. Oké. Okay. Ja, papa moet haas even uithangen. Wil je die erin doen? Ja. Netboek. Wat is het? Ja. Wat is het? Volgens mij is het inmiddels alweer 10:30. Ik ben letterlijk de hele ochtend in de weer geweest. Ik ging natuurlijk met Lef in bad. Ik heb mijn haren gewassen, wat altijd een eeuwigheid duurt. Ik heb wasjes gedraaid, opgeruimd boven. En nu sta ik eigenlijk pas beneden. Maar kijk, de zon schijnt gewoon. Nou, ik word daar helemaal vrolijk van. Ik ga dus lekker kokosjoghurt eten met Van Boos. En dan doe ik er dus mijn muesli in. Maar ik had deze dus even opgemaakt. Deze is zo lekker. Gewoon weer met cheesecake. En dat is ook lekker in combinatie dus met Van Boos. Maar echt niet normaal hoe lekker. Dus ik had hier helemaal zin in. Maar kijk, zo ziet het eruit. Echt zo lekker. Even lekker naar buiten, want het is zulk lekker weer. Dus we hebben net even lekker een croissantje gegeten onderweg. Wat is er? Nee, gewoon geweldig weer dit. Oh, ja zeker. En nou, laten we even lekker buiten spelen. Gaat hij gewoon even op tijd naar bed. Nee, dat is geen ijs. Ijs is gesmolten. Gewoon nat. Ijs. Schijnt de zon, Lef. Ijs. Ga je schaatsen? Ja, er is geen ijs hoor. Je kan niet schaatsen nu. Hij wil schaatsen. Wij zitten in de auto. Het is nu 3:50. En we gaan onverwachts even gezellig naar Kimberly en Jouke. Nou, daar was ik gisteren nog. Klein mijn kind aan huis. Alleen Jouke was er toen niet. En Tigo natuurlijk ook niet. We gaan er ook gezellig eten. Volgens mij gaat Jouke de frituurpan aanzetten. Dus dat vindt Tigo wel lekker, hè? Kan jij eigenlijk patat eten? Van een frituurtje. Ja, Lef heeft net lekker geslapen. Alleen hij had weer een beetje een ongelukje in bed. Zijn hele slaapzak zat eronder. En nu kwam het aan de onderkant eruit. Dus ja, gelijk weer ingespoten met vlekverwijderaar. Maar ik denk dat het er allemaal nu al uit is. Hij heeft volgens mij echt iets verkeers gegeten. Ik ben alweer een tijdje bij Kimberly. Alweer. Ik zeg al, ik lijk al kind aan huis hier. Ja, ik ben blijven praten. Nou, ik heb nog helemaal niks gefilmd. Maar Jouke en Tigo en Leef zijn nu even naar de supermarkt om wat friet en zo te halen. En Lef zit even aan zijn pasta. Die heb ik meegenomen. Vindt hij lekker. En Sen en Luca krijgen ook even een hapje. Lekker hè? Is lekker je pasta, Lef? Met spinazie? Hij eet echt goed hè? Ja. Morgen, het is vandaag zondag. En zoals je ziet ligt er hier weer iemand in ons bed. Hè, Lef? Ja. Nou, het was weer een onstuimige nacht. Hij werd ineens helemaal hysterisch wakker. En hij wilde gewoon echt niet meer slapen. Dus Lef heeft echt de halve nacht wakker gelegen. Het is nu ook nog heel vroeg, maar hij wil gewoon echt niet meer slapen. Dus we zitten even tv te kijken. Wat wil je hondje kijken? Nee. Olifant. Nee. Wat dan? Rood. Wat? Roos. Roos? Ja. Je vroos? Ja. Als je denkt, wat heb jij voor raars op je hoofd? Ja, dit is dus, volgens mij heet dit een bonnet om mijn haar te beschermen. Roosje. En ik film met mijn telefoon, vandaar de slechte kwaliteit. Roos, daar, roos. Roosje. Ja, je vroos. Kijk, de molen, zie je dat? Wij zijn weer beneden. Ik heb net even de was weggewerkt. En Lef die heeft de scores. 39 graden was hij bijna. Dus we hebben een zetpil gegeven vannacht ook. Maar hij is dus wel super vrolijk. Dus ja, weet je.
Koorts zegt ook niet altijd alles, want een kind zonder koorts kan er slechter aan toe zijn. Hij eet gewoon en hij ligt er niet voor pampers bij en hij wil juist helemaal niet slapen. Dus ik weet niet wat het is. Maar hij zal dadelijk wel moe worden, denk ik. Alleen, wij zouden met mijn moeder gaan lunchen, omdat ze was gisteren jarig. Dus we kijken wel even hoe zijn gemoedstoestand gaat zijn. Misschien moet hij straks gewoon vroeger naar bed. Ja, ik weet het ook niet, maar voor nu gaat het nog prima. We gingen uiteindelijk toch uit lunchen met mijn moeder en oma en zo. En toen gingen we weer terug. En toen viel Lef dus in de auto in slaap. Nou, toen besloten we maar naar Antwerpen te gaan. Want anders had hij maar 5 minuten in de auto geslapen. Vonden we een beetje kort. Dus vandaar maakten we nog even een lang ritje. Hier waren we even aan het shoppen. Tigo heeft die outfit gekocht die jullie net zagen. En ik ging nog even bij de kinderafdeling kijken. En ik zag best wel wat leuke dingen voor jongetjes. Want voor meisjes is het altijd wel veel leuker, vind ik zelf. Maar dit vond ik allemaal wel erg leuk. Met dat beige en met dat linnen. En dit is zo'n tweedelig setje. Ik vond dit echt super leuk. Dit jasje vond ik ook erg leuk. Hier had je nog een jasje. Ook met een leuke achterkant. Ja, ik zag dus echt oprecht veel leuke dingetjes. En Lef heeft uiteindelijk 1 uur in de auto geslapen. Als hij in de auto slaapt is het meestal maar 1 uur. Terwijl als hij thuis slaapt, dan slaapt hij echt minimaal 2 uur altijd. Dit was ook wel erg leuk. Ja, normaal gesproken vind ik niet zoveel leuk. Maar ik zag echt super veel leuks. Dus alles wat ik jullie nu laat zien, vond ik uiteraard leuk. En ze hadden in deze H&M in Antwerpen zelfs gewoon een speelhoekje voor kinderen. Even serieus, hoe chill is dat? Kan je tenminste op een normale manier winkelen met je kinderen. En we sloten de dag lekker af bij de Mac. Want we hadden onderweg allemaal erg veel trek. En dan is dit het einde van deze vlog. Na de Mac zijn wij naar huis gegaan. En toen hebben we gewoon een rustige avond gehad. Dus ik heb ook niks meer gefilmd. Ik hoop in ieder geval dat je deze vlog leuk vond. Doe dan vooral een duimpje omhoog. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En tot volgende week. Doei doei!